Cosby. Oh yeah, oh yeah. Mm-hmm. In English, because what you just saw is the amazing energy of Sabu. Can I please get a round of applause for Sabu? Sabu is the great mind behind Sabu Dance Academy, and an academy that helps you get out of your head and into your body. And sometimes we really need to do that. So Sabu also has a workshop later on for those who dare. Don't say, I can't dance. Everybody, as long as you have a body, you can do it. Yes? Dus even vertaald voor iedereen die wil zo meteen om 8 uur in de expo op de eerste verdieping. Dan kan je een workshop volgen. Uit je hoofd, lekker in je lijf. Niet, alsjeblieft, niet het excuus gebruiken. Ja, maar ik kan niet dansen. Zolang je een lichaam hebt wat je mee kan nemen, wil nemen, ben je van harte welkom. Sta er lekker voor open. Niet nadenken, gewoon doen en dan achteraf keihard giechelen. Toch? Superleuk, superleuk. One more round of applause voor Sabu. Yes. Mijn naam is Jennifer Muntslag. Ik mag jullie allemaal hier in de zaal van harte welkom heten. Maar ook de mensen thuis die kijken, AT5-kijkers, hoi. Zeg even met z'n allen hoi tegen de kijkers thuis. Hoi! Ah,
Hi, wat fijn dat jullie kijken. Ik mag jullie van harte welkom heten bij Festival Gedeelde Smart. En ik ga ook meteen eerlijk zeggen, ik doe dit heel vaak, modereren. En toch ben ik een beetje, toch weer die kleine gezonde zenuwen. Waarom? Omdat we ook weer lekker een volle zaal hebben. Ik zie nog heel veel mensen daar staan. En dat komt misschien omdat er hier staat gereserveerd. Doe alsof het voor jou is. Ga lekker zitten. Ja, echt waar. Er zijn voorin nog genoeg plekken. En daar, en tenzij jullie zeggen, ja, maar we moeten steeds gaan rennen en dingen doen. Dan laat ik het. Maar als je je laat stoppen door een bordje gereserveerd, ga er gewoon zitten. Doe alsof je naam erop staat. Toch? Waarom niet? We zijn allemaal welkom. Lekker gezellig. Ja, het einde van de week van Amsterdamse Week van Mentale Gezondheid. En dit einde gaan we vieren. Een beetje feestelijk. Er gaat van alles gebeuren. Er zijn workshops, er zijn talks, er zijn expos. Je kan lekker hier blijven zitten in de grote zaal. Luisteren naar wat wij hier allemaal te vertellen hebben. Wat we gaan uitwisselen met elkaar. Maar je kan ook op al die verdiepingen zometeen. Blijf vooral nu eerst even gezellig bij ons. Zelf ontdekken wat er allemaal te doen is. Ik moet ook meteen een heel warm applaus vragen. Want het is samen georganiseerd met Thrive Amsterdam. Dus mag ik alsjeblieft een heel warm applaus daarvoor. Dank jullie wel. Want er waren de hele week lang door heel de stad van allerlei soorten activiteiten te zien, te bezoeken, te beleven. En het thema dit jaar, heb je vast al zien staan, was samen, of is samen 020. Waarbij verbinden van elkaar centraal staat. En ja, dat is hem, right? Samen staan we sterker. Samen, als we naar elkaar kijken, kunnen we elkaar inspireren. Kunnen we elkaar helpen wat lichter te worden. Luisteren, delen. Maar samen moet je het toch doen. Ondanks, ja, zelfs ik doe dat heel graag, maar heel graag even terugtrek. Denk, ja, nee, want oh ja, ik wil niet de ander naar beneden halen. Of ik wil niet iemand tot last zijn. Maar vaak genoeg is het zo dat als je deelt, dat het en oplucht en dat die armen die je beloofd zijn er ook echt zijn. Dus doe dat. Deel dat en et cetera. Oh, thank you. Ja, nee, graag. Dat vind ik fijn. Dat vind ik heel fijn. Nou, dit is een supervol programma. Is er al een ding geweest of hebben jullie het al gezien? Ik ga super door elkaar heen, maar dat is omdat ik heel enthousiast ben. Er is van alles, hè. Rondlopen, kijk daar. Massagestoelen, uit je hoofd in je lijf, wat we ook zeiden. Delen van verhalen. Er zijn heel veel initiatieven hier ook, waar je een hele aangename kennismaking mee kan hebben. Je kan speeddaten, er is echt zoveel te doen. Dus laat je vooral niet tegenhouden, niet stoppen. Je mag ook gewoon, als je zegt, ik wil een stukje van de talk meemaken en daarna sta ik op, totaal niet onbeschoft. Er is gewoon heel veel te doen en misschien wil je dat ook gaan checken. Dus doe dat vooral. Yes? Maar als eerst wil ik van harte welkom heten wethouder Shula Rijksman van gemeente Amsterdam. Mag alsjeblieft een heel warm applaus. Oh, en dan heb ik hier. Nee, wij gaan lekker zitten, joh. Dat vind ik wel echt heel. We gaan lekker hier zitten. Toch? Ja, daar, hier, ja. Ik. Ja, nee. Lekker in het midden. In het midden. Toch? Goedenavond. Mag je de microfoon gebruiken? Die is, als het goed is, staat die al aan. Ik merk het vanzelf. Ja. Zeker. Oké, even kort, hè, titel, naam en toenaam, drukte letters, hoofdletter. Shula Rijksman. En in uw portefeuille zit zorg, publieke gezondheid en preventie, ICT en digitale stad, deelneming en lokale media. Nou, dat klopt als een bus. En dan ben ik ook nog, heb ik nog wat bijbanen. Je bent ook nog vervanger, je bent ook een aanspreekpunt voor Amsterdam-Zuid. Een hele prachtig mooie portefeuille. Ja, goed. Heel mooi. En ja, ik denk dat het deze week dan ook heel mooi bij aansluit, of niet? Ja, deze week is voor mij ook persoonlijk een hele belangrijke week. Laat ik even beginnen met te zeggen dat het verhaal van Esther, want ik ga toch een beetje dwalen. Ik weet niet waar Esther zit, maar enorm aangreep. En misschien is het een gekke plek, maar ook ik heb een onveilige jeugd gehad. En ik weet wat het met je doet en ik weet hoe lang het kost om je daar overheen te zetten en je veilig te voelen. En misschien lukt dat nooit helemaal, maar het was herkenbaar. En tegelijkertijd is dat mijn persoonlijke drive om ook hier te zijn, in deze portefeuille ook te doen. Ik lees in kranten, maar Jules die met mij net gesproken is, noem nou niet te veel percentages, dat ga ik dan wel doen.
dat, en dat klopt ook niet helemaal, heb ik ook gehoord. Dus hij heeft goed mij de les gelezen, maar ik ga het toch proberen het weer te doen. 40% toename op eenzaamheid, of 40% van de Nederlanders is eenzaam. En ik geloof dat de groei onder suïcidale jongeren met 15% is gestegen. En ik kijk even naar Jules, klopt het nog? En ik dacht dat het onder mannen was, maar dat is, heb ik me vergist. Ze heeft me verteld dat het ook onder vrouwen is. Nou, dat is natuurlijk dramatisch. Ik bedoel, ik zie het zelf ook bij mijn nichtjes en neefjes. Er is een enorme druk op studenten. Zeker ook door corona, maar ook door het feit dat ze voortdurend worden geconfronteerd met hele hoge energierekeningen, mm-hmm. boodschappen niet meer kunnen doen. De prestatiedruk in deze, voor deze jongere mensen was in mijn tijd wel erg, maar het is nu 10 keer erg. Bovendien hebben ze 16.000 keer meer prikkels. Mm-hmm. Alles in mij is met deze week, maar ook met het thema verbonden. Ja, ik vind het ook fijn dat u het gewoon lekker eerlijk deelt, inderdaad. Want het is vaak zo, hè, dan nodigen we een wethouder uit of iemand die, hè, de portefeuille past erbij en dan komt u en dan is het officieel een praatje en een bedankje. Maar in die end bent u ook een mens. Zeker. In het begin, u bent gewoon een mens die ook dingen meemaakt, die een verhaal heeft. Dus het is wel heel fijn dat u met die eerlijkheid en openheid hier naartoe komt. En dan moet ik hem toch weer linken naar, hè, de taak. Want hoe neemt u dit, wat u om u heen ziet gebeuren in de stad, mee? Hoe neem je dit mee in je werkzaamheden, vooral? Nou ja, er wordt al heel veel gedaan. Hè? Ik bedoel, ik kom zo meteen op Thrive, want daar zijn we toch ook een beetje mede hiervoor. Ik bedoel, en misschien is het wel goed te zeggen, want ik dacht dat het al bekend was, maar ze gaan 4 jaar langer door. Dus daar ben ik heel erg blij mee, want ze doen echt goed. Wie gaan 4 jaar langer door? Thrive. Thrive. Oh. Dus ik zou graag een applaus willen voor... Ja, tuurlijk. Jules. Kijk, er wordt al heel veel gedaan. We hebben natuurlijk de buurteams. Die zijn er al. We hebben een dialoogsessies doen. We doen van alles. Mm-hmm. En tegelijkertijd weten de mensen die met mij werken dat ik het niet genoeg vind. Want de wachtlijsten zijn immens. Mm-hmm. Je komt bij je huisarts, die al overbelast is. Die stuurt je door naar de GGZ, waar geen mensen zijn. Of niet genoeg mensen zijn. En voordat je het weet, zit je in een heel diep gat. De inzet van Thrive om in ieder geval te zorgen dat mensen met lichte klachten hiermee aan de slag kunnen, is heel belangrijk. En verder ben ik nu 3 maanden wethouder, waarvan zeker 3 maanden ook nog met iets anders in de krant heb gestaan. Dus ik ben nu iedereen aan het afzeuren dat ik nu mijn plannen aan het uitwerken ben. En ik hoop voor het einde van het jaar ook op dit onderwerp extra plannen te maken. En ik voel me daarin ook gesteund door José, die baas van de GGD, die mij ongeduld begrijpt en ook probeert mee te denken om dat te doen. Ja. En als je me vraagt welke plannen, dan is het gevaarlijk om plannen te gaan noemen als je nog niet formeel door hebt met welke juridische gevolgen er zijn. Nee, prima. Dit is een heel lichtje. Ik beloof je, onder het onderdeel van mentale welzijn, zal ik niet stil blijven zitten. Oké. En over niet stil blijven zitten gesproken, ga ik een hele brutale vraag stellen. Gaat u zo meteen meedoen met die workshop? Om 8 uur. Ja, ik zou het echt ongelooflijk graag willen. Maar, daar komt-ie. Ik heb een thuisfront. Ik ben de hele week niet thuis. En ik ga morgenochtend om 7 uur met vakantie. En ik moet mijn koffer nog inpakken en ik moet nog eten. Dus ik had het graag gewild. Er moet genoeg gebeuren. Nee, ik had het heel graag gewild, maar dan krijg ik echt strafpunten thuis. Dus dat moet ik niet doen. Oké, dus die houden we eigenlijk te goed. Die houden we graag. Ja, en ik wil er ook zelf meer van leren. Dus ik vind het fantastisch als ik... misschien moet ik een keer een dagje meelopen met Thrive. Of met andere instanties. Mm-hmm. En ik ga er meer en meer van leren. En ik leer er al iedere dag van. En tegelijkertijd wil ik een wethouder zijn die doet. En niet alleen maar leert. Mm-hmm. Want ik heb het in de raad eergisteren gezegd. Of in de commissie. Ik ben wethouder zorg, maar ik heb grote zorgen. Ja, wilt u... Nou ja, een van die zorgen delen. Dat zijn we hier met z'n allen aan het doen. Een van de zorgen is dat er niet genoeg mentale hulp is. Dat we dat wel willen, maar dat het niet genoeg is. Dat je, als je niet uitkijkt, kom je in een heen en weer trip tussen de huisarts en anderen. En tegelijkertijd hebben we ook een personeelstekort. Er zijn niet genoeg mensen. Dus we moeten er alles aan doen in de basis meer mensen binnen te krijgen. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn. We zijn aan het vergrijzen. Er is gewoon... We komen zo meteen tekort in de zorg.
dat gaan we niet veranderen. We kunnen een beetje snijden. Dus we zullen ook naar andere oplossingen moeten kijken. En dan kun je denken aan digitaal. En voor mensen die dat niet kunnen, zal daar hulp worden gegeven. Dat doet bijvoorbeeld de OBA doet dat. Maar daar zullen we naar moeten kijken. Want je gaat het anders niet oplossen. Ja, dus gewoon eerlijk kijken naar wat gebeurt er nu. Exact. Wat komt er aan en hoe gaan we daarop inspelen? Exact. Eerlijkheid, openheid. Eerlijkheid, daarom zeg ik ook heel eerlijk. Mm-hmm. Ik denk dat we niet met mensen kunnen gaan oplossen. Hoewel we alles zullen doen om het aantrekkelijk te maken om Amsterdam te zijn. Maar we zullen een andere oplossing moeten kijken. En dat doen we ook nu. En ook daar, dat is een van mijn plannen om daarmee aan de slag te gaan. Het wordt afstandelijker, dat snap ik. En de menselijke maat mag nooit verloren gaan. Mm. Maar ja, helemaal niemand helpen of mensen heel lang laten wachten, dat zou toch niet het doel moeten zijn? Nee. Heeft u nog iets wat u met ons wilt delen? Anders ga ik een superluid op. Nou, ik wil zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik wethouder ben. Maar ik ben voornamelijk ongelooflijk trots op iedereen die hier zit en die het maar doet. En als ik dan toesta, wil ik jullie eigenlijk ontzettend bedanken. Want jullie zijn hard nodig, allemaal. Dank u. En weet mijn weg, weet de weg naar mij te vinden. Dank u wel. Mag ik alsjeblieft een heel warm applaus. Sula Rijksman. Mogen er vragen gesteld worden? Oh my god. Vragen nu stellen. Dat is een regel die verbroken wordt. Als je een hulpverlening hebt, dat gaat allemaal naar private zaken. Waarom neemt de gemeente dat zelf niet in de hand? Waardoor ze die 125 uur per maand vasthouden en dat die mensen dat geld zelf kunnen gebruiken. Waarom is dat geprivatiseerd en niet bij de gemeente? Waarom is het geprivatiseerd en niet bij de gemeente? Ik ga u een allereerlijkste antwoord geven. Die vraag kun je bij heel veel meer dingen stellen. Er is veel geprivatiseerd, dat is ook door andere ministers al bepaald. Ik ben even de minister kijkt voor Edith Schipper. Maar Edith Schipper heeft toen al, weet jij vast, José, wie dat was? Ja, ik ben hem even kwijt. Maar er is heel veel geprivatiseerd in de zorg. Nu zitten we in een andere situatie. We zouden moeten kijken of dat nog zo is. Maar daar ben ik afhankelijk van de overheid in Den Haag. Ja, maar het is toch absurd dat je de zorghulpverlening hebt, dat je geprivatiseerd. Die verdienen minimaal 125 uur per maand. Dat betaalt de gemeente dan. Als ze bijstand of dat soort dingen hebben. Terwijl ze in principe alles automatiseren. Ze maken afspraken en ze krijgen automatisch elke maand dat geld. Dat kan de overheid toch ook zelf in hun eigen zak houden en daardoor de minimumbedragen verhogen van de mensen die in de schuldsanering zitten. Ik hoor uw noodkreet. En tegelijkertijd ben ik ook gehouden aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik ken niet specifiek deze hulpverlening, dus dat moet me dan ook nog wel in gaan verdiepen. Ik zelf denk dat het moeilijk gaat worden om privatisering weer terug te zetten. Maar ik durf wel in de bescheidenheid, want ik denk dat jullie allemaal geheim kunnen bewaren met z'n tachtigen. Dat ik denk dat we dat goed zou zijn als de minister ook gaat kijken naar het zorgstelsel in zichzelf. Dank je wel. Dat ga ik doen. Dank je wel. Yes. Nou ja, zoals je ziet, open communicatie, eerlijkheid, openheid in de zaal. Ik ga nu twee experts erbij halen. En wij gaan over. Ik laat ze eerst zelf aan het woord. En daarna gaan we samen kletsen. En misschien moeten we even kijken of er inderdaad ook tijd is voor reflectie vanuit de zaal, vragen vanuit de zaal. Maar over mentale gezondheid in onze samenleving en het belang van verbinding ga ik een warm applaus vragen voor huisarts, straatarts en journalist Michelle van Tongerlo. Michelle, jij gaat even wegnemen, maar zou je heel kort even vertellen, want huisarts, straatarts en journalist. Ja. Wat doe jij allemaal ongeveer, een beetje? Nou, dat doe ik, ja. Precies dat? Ja, dat, ja. Oké, dan ga ik zo meteen de dieper op in. Ik ga daar zitten, zodat je niet mijn gezichten met vraagtekens ziet. Yes, ja, superleuk om hier te zijn op het Festival van de Mentale Gezondheid. Lekker kritische zaal, daar hou ik van. Ik neem jullie graag een heel kort een stukje mee in mijn leven. En hoe anders kan ik dat beter doen dan te beginnen met een patiënt van mij die super opgefokt voor me in de spreekkamer zit een paar weken geleden. Echt heel erg agressief. Mijn assistent die wel tegen een stootje kan, die was zelfs bang voor hem. Wat is er gebeurd? Een paar weken geleden is hij vrijgekomen van detentie, waar hij vast zat voor poging tot moord. En ja, het leven buiten de cel, dat valt hem toch wel wat zwaarder. Hij doet heel erg zijn best, maar hij loopt echt tegen allerlei grenzen aan, ook van zijn eigen kunnen. En zo erg dat hij 2 weken daarvoor een overdosis heeft genomen, eigenlijk voor een zelfmoordpoging. Niet gelukt, want hij werd wakker. En zo zit hij dan toch voor mij.
En aan mij de schone taak om hulp voor deze man te gaan zoeken. Maar dan begint de ellende pas echt. Want eerst bel ik naar de ene grote GGZ-speler in mijn stad Rotterdam. Die er is voor mensen met een justitiële problemen. Leg de situatie uit. Ja, wachtlijsten. Kunnen we niet zoveel doen. Probeer even die ene die zichzelf de verslavingsspecialist noemt. Dus dan bel ik weer de andere grote GGZ-speler. Doorverbonden worden, duurt me 20, 30 minuten. Doe het hele verhaal. Ja, ook lastige casus, wachtlijsten. Misschien kan je beter de crisisdienst even bellen. Bel ik weer de crisisdienst, doe ik het hele verhaal weer. Crisisdienst is eigenlijk dezelfde organisatie als die verslavingsspecialist, maar een ander nummer. Oké, ik doe het verhaal weer opnieuw. Ja, maar de overdosis was toch 2 weken geleden? Dan is het toch nu niet meer een acute crisis? Nee hoor, dit is ook niet voor ons. Maar goed, ja, ik moet toch wat met die man. Want een paar dagen later bereikt mij het nieuws dat hij zijn huidige werkgever inmiddels met de dood heeft bedreigd. Dus het gaat niet echt super lekker met hem. Dus ben ik de gemeente Rotterdam en ik zeg, luister, er moet iets gebeuren. En gelukkig hebben we dan een vangnet ervoor. Een speciaal team dat er is om mensen die door de vangnetten tuimelen, snel te helpen. En ze zeggen tegen mij, we gaan hem bellen. Mooi. Een week later bel ik weer naar mijn patiënt. En ik zeg, goh, hoe gaat het? Ben je al gebeld? Nee, niemand heeft me gebeld. Dus ik bel voor de zoveelste keer weer. Het vangnet en ik zeg van luister, wat is er aan de hand? En wat blijkt, ik had niet het juiste aanmeldformulier ingevuld. Dus ze hadden de aanmelding nog niet opgepakt. Anyway, dus ik vul weer het goede formulier in. Wacht. Bellen ze me een paar dagen later weer op. We hebben er allemaal druk over vergaderd, maar hij past toch niet bij ons. Te zware casus, maar je moet even deze GGZ bellen. Die heeft geen wachtlijsten, is een kleine speler, die kan het wel. Dus dat doe ik weer. Een paar weken verder zijn we dan inmiddels. Meld hem aan en je raadt het al. 2 weken later bellen zij mij ook op en zeggen... helaas, deze patiënt komt ook niet bij ons voor zorg in aanmerking. Want ja, hij is dakloos en dan vinden we de basis niet stabiel genoeg. En ik kan echt lullen als brugmans tegen al die GGZ-clubs. En daar ben ik inmiddels ook best wel goed in. Maar het helpt gewoon helemaal niks. Computer says no. Patiënten worden bij de poorten van zorg gewoon op exclusiecriteria bekeken. En dan, ja, dan is het gewoon jammer. En het lijkt zorgverleners inmiddels niet meer echt te interesseren of we patiënten moeten helpen of niet. Het lijkt wel alsof het belangrijker is of ze het pakketje kunnen verkopen aan hun manager en als ze om 5 uur hun telefoon kunnen uitzetten. Anyway... Deze man is verdwenen, is niet in zorg geraakt. Ik weet ook niet meer waar die is. En dan denk je misschien, ja, maar dat is wel echt best wel een heftige patiënt, Michelle. Dat is niet echt representatief. Laat me dan even over een andere patiënt vertellen die in mijn gewone normale huispraktijk zit. Een hele depressieve vrouw, die heeft behandeling nodig, staat al 3/4 jaar op de wachtlijst van de GGZ. Krijgt ze eindelijk de intake, wordt geconcludeerd, ja, zware klachten... wordt ze doorgeschoven op de volgende wachtlijst van 1 jaar. Ze kon het niet meer aan en ook zij zat op mijn spreker voor me suïcidaal. Dus dan probeer ik zo'n GGZ-instelling weer te bellen en te zeggen van... Oké, doe iets, help me. Maar nu kon ik niet eens bellen, want alle nummers waren zelfs afgeschermd. Ik kon alleen online in blokken van 15 minuten een terugbelverzoek indienen. Dat deed ik. Een week later word ik teruggebeld door die GGZ-club... En zegt iemand lachend aan de telefoon, ja, zeg ja, de patiënt is suïcidaal. Ja, echt, iedereen op onze wachtlijst is suïcidaal. Daar kunnen we echt geen forum meer voor verlenen. En dat eindigde daar ook. Maar nu pikte ik het niet meer. Ik diende een klacht in bij de inspectie van Volksgezondheid en Jeugdzorg. Want ik dacht, ja, zo kunnen we toch niet met onze mensen omgaan. Maar wat blijkt, dat kan prima wel. Want 6 tot 8 weken later krijg ik weer een hele mooie semi-geautomatiseerde brief van de inspectie, dat zij niet doen aan wachtlijstbemiddeling. Maar denk ik, wachtlijstbemiddeling, dat is best wel een eufemistische term voor mensen die in acute nood zitten. Ik bedoel, wie controleert de inspectie eigenlijk? Is dat de minister op persoonlijke titel? Anyway, ik ben Michelle en ik ben een huisarts in Rotterdam, niet in Amsterdam. En ik werk ook in een daklozenopvang in Rotterdam en in de Pauluskerk, wat echt een kerk is. En daar zie ik met name ongedocumenteerde en stateloze patiënten. En ik heb ook een tijdje in Sint-Eustatius gewoond en gewerkt. En Sint-Eustatius, dat is onderdeel van Nederland, maar dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En eind 2019 verliet ik dit land om met mijn gezin daar te gaan wonen en werken, want...
werken in Nederland was me wel wat gaan tegenstaan. Mede door marktwerking in de zorg, ja, merkte ik gewoon dat er steeds minder tijd kwam voor de patiënten die ik wilde helpen. En tegelijkertijd werden mijn patiënten steeds ontevredener. En dus gingen we daar naartoe om eens te kijken hoe het daar was. Nou ja, Sint Eustatius, dat bleek toch wel echt andere koek. En dit zijn trouwens foto's van mijn patiënten die ik daar heb gemaakt. De kleinschaligheid van het eiland, want er wonen maar ongeveer 3200 mensen, ja, maakte dat het echt onmogelijk was om afstand tot mijn patiënten te bewaren. Want mijn patiënten daar, ja, die waren ook gewoon de lerares van mijn dochter. Of de loodgieter die even de wasmachine kwam repareren. Of die man die ik na 3 rum cola op de dansvloer toch mijn privénummer had gegeven. En mijn privénummer circuleerde dus al vrij snel over dat hele eiland. En daar werd ook gebruik van gemaakt. Sorry, mijn man zit in de zaal. We zijn 5 jaar getrouwd. Maar ja, verder alles goed. Toen we na een vrij bizarre interventie van het ministerie van VWS een nieuwe witte Europees-Nederlandse ziekenhuisdirecteur kregen. Toen was een van de eerste dingen die hij tegen mij zei, en ik herinner me nog goed: Michelle, je mag niet je privénummer aan patiënten geven, want dat is onprofessioneel. En ik snap zijn standpunt echt prima vanuit een Europees-Nederlands perspectief van professionaliteit. Maar Sint Eustatius, dat liet mij echt wel een hele andere definitie van vakkundigheid kennen. Want omdat de bewoners zo, ja, veroordeeld zijn tot elkaar op 22 vierkante kilometer, zijn ze ook ongelooflijk betrokken. En dat wil dus ook zeggen dat als er iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen, ja, dat er echt binnen, niet overdreven, 10 minuten, tientallen mensen op de stoep bij het ziekenhuis staan. En omdat die mensen vaak ook nog eens in het ziekenhuis werken, ja, loopt, zeg maar, privé en professie loopt daar gewoon de hele tijd door elkaar heen. En in het begin daar trok ik dat echt voor geen meter, want die mensen gingen zich ook de hele tijd met mij bemoeien. Ik stelde daar echt onwijs niks voor. Ik trok dat heel erg slecht. Maar na een tijdje begon ik me eigenlijk te realiseren dat wat ik daar, zeg maar, zo problematisch vond, dat precies was wat ik hier in Nederland had gemist. Dat een van de redenen was dat ik daar naartoe was gegaan. Naar dat eilandje aan de andere kant van de oceaan. Want wat die gemeenschap daar voor die mensen kon betekenen, was veel meer dan ik als simpele dokter voor die individu kon doen. En na een tijdje leerde ik daar ook wel in ontspannen en voelde ik gewoon heel erg de liefde op dat eiland. En realiseerde ik me ook dat, ja, professionele distantie, ja, dat hebben wij wel geleerd in Nederland. Maar wat wij moeten leren als hulpverleners, dat is echt professionele nabijheid. Toen kwam ik weer in Nederland terug. Toen was hier corona uitgebroken, was iedereen chagrijnig, het zorgsysteem overspannen, werd ik helemaal somber, terwijl het niet echt in mijn aard zit. En toen dacht ik wel, ja, ik moet het wel een beetje anders gaan doen hier. En ja, vanaf dan ben ik me ook gaan hard maken voor meer professionele nabijheid. Probeer ik patiënten soms wat onorthodox toch wel echt te helpen door, ja, echt naast hen te gaan staan en te bieden, zeg maar, wat ze nodig hebben. Omdat ik denk dat we, zeg maar, zoveel problemen nu hebben in onze maatschappij, dat, ja, de zorg zelf, hoe we het nu hebben vormgegeven, is daar echt al lang geen antwoord meer op. Dus dat was het. Dankjewel. Dankjewel. Ja, je kan daar als je wil zitten of hier. En zometeen gaan we lekker verder erop in. En ik ga de tweede expert erbij halen. Dat is psycholoog en schrijver Thijs Lansbach. Mag ik applaus voor Thijs? En Thijs, jij gaat eerst ook iets met ons delen, want je hebt je boek bij je. Ja. Je hebt al genoeg dikke letters. Je bent al genoeg. Bent al genoeg. Ja. Ik dacht steeds de hele tijd, over dat andere laat ik me niet uit. Je bent al genoeg. En dat gaat, ik zal jou een stukje laten lezen en dan komen wij erachter en dan gaan we lekker in gesprek. Laten we dat doen. Zal ik bij jou zitten? Ik mocht een stukje voorlezen. Goedenavond. We zitten gevangen in een gevaar. Een verhaal, sorry. Ga ik al helemaal de mist in. De eerste zin, potjandikkie. We zitten gevangen in een verhaal. Een verhaal dat ons met de paplepel wordt ingegoten. Dat gedurende ons leven voortdurend wordt herhaald. Waardoor het zo diep in onze cultuur verankerd zit dat we er nog amper vraagtekens bij stellen. Ik noem dit verhaal de mythe van het individu.
In dit verhaal moeten we succesvol en gelukkig zijn. Het liefst altijd en overal. En hebben we een verplichting om te excelleren. Dit levenssucces is dan te meten. In aantal volgers, in mooie plaatjes van onszelf en aan de succesverhalen waar we graag mee pronken. In dit verhaal is geen plaats voor twijfel, voor tegenslag, voor schaamte, verdriet of kwetsbaarheid. Zijn we niet te alle tijden de beste versie van onszelf, dan is er werk aan de winkel. Als we niet perfect zijn, en dat zijn we natuurlijk nooit, want dat is niemand, ervaren we dat als een persoonlijk gebrek. Je bent niet goed genoeg. Het ik heeft dan een probleem, dus het ik moet het maar lekker zelf oplossen. We moeten onszelf dan verbeteren, overtreffen, onze mindset veranderen. De oplossing moet dan van buiten komen. Een nieuw zelfhulpboek, een pep talk van een life coach, een yoga-retraite op Ibiza, een baanbrekende methode die ons nu wel gelukkig zal maken. Volgens mij is dit verhaal juist één van de redenen dat we tegenwoordig zo vaak in de kreukels liggen. Het is niet makkelijk om in cijfers uit te drukken, maar ik ben ervan overtuigd dat onze afnemende mentale weerbaarheid alles te maken heeft met onze individualistische, neoliberale tijd waarin we leven. De nadruk op het ik, op het optimaliseren van ons leven, onze zoektocht naar ultiem geluk. Dit gaat allemaal ten koste van onze mentale weerbaarheid. Hoe meer we bezig zijn om te voldoen aan de verwachtingen die de huidige tijd aan ons stelt, hoe meer we wegdrijven van ons eigen fundament. En van anderen. In de mythe van het individu is steeds minder ruimte voor het wij. Voor betekenisvolle verbindingen met de mensen om ons heen. Niet vreemd dus dat we in onze steeds individualistischer maatschappij ook steeds eenzamer worden. Gevangen in het verhaal van individueel succes en geluk raken we de verbinding kwijt met anderen, met de betekenis van ons leven en met onszelf. We raken vervreemd van onszelf en onze menselijkheid en denken dan dat het aan ons ligt. Waarom word ik niet gelukkig? Waarom is zelfs mijn allerbeste niet goed genoeg? Maar het ligt niet aan ons. Niet wij schieten tekort, maar het verhaal waarin we leven. Ik vind het wel een troostende gedachte. Wanneer je mentaal in de moeilijkheden belandt, dan ligt het niet altijd alleen aan jou, maar tenminste voor een deel aan de wereld. Kortom, we hebben een nieuw verhaal nodig. Dankjewel. Dankjewel, Thijs. Gedaan. Ja, als je dat zo zegt, we hebben een nieuw verhaal nodig. Ik kijk alleen naar jullie beiden, want als ik ook het verhaal van jou hoor, wat jij net deelt, dan denk ik inderdaad, maar waar begin je dan? Oh, sorry. Moeten jullie beiden een microfoon geven? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk, als ik het gewoon vanuit mijn eigen perspectief als huisarts bekijk, dan is het wel in ieder geval met dit soort patiënten misgegaan doordat ze gewoon te weinig geld opbrengen. En daardoor worden ze gewoon een beetje rondgetost in het systeem. Dus dan begin je in ieder geval met een stelselwijziging. Ja. Dus geld speelt hierin ook een grote rol. Nou ja, je ziet dat zorgorganisaties krijgen gewoon eigenlijk relatief weinig geld voor hoogcomplexe patiënten. En ja, door decentralisatie zie je ook dat er veel, met name hoogbeveiligde opnameplekken gewoon zijn weggesaneerd, want die zijn duur. Ja, en dus die zie ik met name nu in de nachtopvang. Dus hadden we vroeger meer het klassieke type clochard in de dakloze opvang, zoals ik het zeg, want ik heb echt een hekel aan de term dakloze. Ik hou meer van, zeg maar, tijdelijk niet gehuisvest. Maar nu zijn het sowieso mensen zoals en ik, maar gewoon ook heel veel heftige psychiatrie. En daar kunnen we eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Ik ook niet. Nee, maar precies dat. Maar wat is dan, want als ik dat dan zo hoor, dan krijg je een blok, een probleem, en dan kan je niks mee. Maar daar wil je wel wat mee. Maar waar zit dat tussenstukje dus wel willen, helemaal niet kunnen? Want er moet ergens een oplossing zijn, right? Met wie maken we die? Nou ja, dit moeten beleidskeuzes worden. Dus dat is niet iets wat ik kan veranderen. Dat is echt, daar moet gewoon meer geld in. Ja. Oké. Ja, maar dat is misschien niet het filosofische antwoord waar je op zat. Nee, zeker niet. Ik wil een eerlijk antwoord, want dat is wel, ja. Nee, thank you. Ik denk ook dat onze maatschappij mensen op een bepaalde manier ziek maakt. Ik bedoel, aansluitend op jouw verhaal, maar daar kan jij je misschien iets diepers over vertellen. Oh, licht toe, want dan kunnen we hem daar
Thijs doorschrijven. Thijs kijkt, zegt wat? Nee. Nou, het is interessant dat wij het eigenlijk net over andere groepen hebben. Ik vind het ongelooflijk mooi om te horen jouw perspectief erop en wat er volgens jou moet gebeuren en hoe de zorg ook menselijk moet. Menselijker moet worden. Mm-hmm. Ik heb daar best wel een dubbel gevoel over, omdat ik ben opgeleid als psycholoog, als psychotherapeut. Mm-hmm. Dat heb ik ook een tijdje gedaan binnen de GGZ, maar ik ben me eigenlijk op andere dingen gaan richten. Dus mijn werk heeft te maken, dat misschien even goed om te vertellen, ik zie geen cliënten momenteel. Mm-hmm. Maar wel alles wat ik doe heeft te maken met, laten we zeggen, mentale gezondheid in een bredere zin. Eigenlijk de dingen waar ik over spreek. Ja. En daar was ook, dus de zoektocht die ik de afgelopen jaren heb gedaan, die begon eigenlijk bij wat ze noemen de geluksparadox. En de geluksparadox heb ik niet zelf bedacht. Dus het komt van Damian Denies onder andere. Wat houdt dat in? De geluksparadox is de opmerkelijke situatie dat we in onze huidige maatschappij langer leven dan ooit, veiliger zijn dan ooit, meer te kiezen hebben, meer spullen hebben, rijker zijn dan ooit, maar niet per se gelukkiger worden. Sterker nog, we lijken steeds ongelukkiger te worden. Dat is, en dat zie je aan het aantal depressies, dat zie je aan het aantal angststoornissen, dat zie je aan het aantal burn-outs. Je ziet op heel veel vlakken gebeuren dat we juist niet gelukkiger worden van de tijd van nu. Nou, mijn vraag was, waarom? Hoe komt dat? Mm-hmm. En dan vandaar kom ik op dat verhaal over, we hebben een nieuw verhaal nodig. Ik denk dat we gevangen zitten, zoals ik al zei, in een verhaal waarin we nooit goed genoeg zijn zoals we zijn. Hoe denk je dat we een begin kunnen maken en misschien echt heel micro, of jijzelf, of ja, in ieder geval met deze zaal, waar beginnen we dat nieuwe verhaal te bouwen en te vertellen? Ik denk, kijk, ik heb daar wel bepaalde ideeën over en ik heb eigenlijk verschillende ideeën uitgewerkt. Eén daarvan is wat je op individueel niveau kunt doen. En daar kun je natuurlijk al een hele hoop doen. Mm-hmm. Naast dat daar niet de hele oplossing ligt. Dus die wil ik wel eventjes nog parkeren. Nee, deels. Wat je wel kunt doen is accepteren wie je al wel bent, in plaats van proberen iemand te zijn die je nog niet bent. Je kunt streven naar meer voor jezelf zorgen. Ook al heb je belangrijke dingen te doen en worden er dingen van je gevraagd en zijn er verwachtingen. Omdat dat hetgene is dat het mogelijk maakt dat je de dingen kunt doen die je wil doen. Je kunt meer dingen met betekenis doen. Dus op zoek gaan naar, Rutger Bregman had hier onlangs een artikel over. Op zoek gaan naar morele, iets van morele ambitie hebben. Op zoek gaan naar iets doen, iets vinden dat je bij te dragen hebt in je werk. Dat niet alleen gaat over je salaris, maar ook over wat je betekenis is van wat je doet. Mm. En je kunt, en daar is deze avond denk ik een teken van, je kunt meer verbinding opzoeken. Ja. We leven in een steeds eenzamer wordende wereld. En Norina Hertz noemt dat de eenzame eeuw. We zijn steeds meer op ons eilandje ons aan het terugtrekken. Dat zie je op alle verschillende levensgebieden. En wat je zelf kunt doen om meer sociale verbintenis om je heen te organiseren, is denk ik ongelooflijk belangrijk voor je eigen mentale gezondheid en de mentale gezondheid van anderen. Dus dat is wat je op individueel niveau kunt doen. Maar ik ben het met Michelle eens, de oplossing hiervoor ligt veel meer nog bij de politiek. Nou ja, en bijdragend bij wat jij zegt, dat is natuurlijk waar. Maar als je geen geld hebt, dan is dat ook bijvoorbeeld heel erg lastig. Ja. Ik bedoel, ik werk alleen maar mensen met die fors in de armoedeproblematiek hebben. Echt niet alleen in de dakloze opvang, gewoon in mijn werk in Rotterdam-Zuid. Mm-hmm. Kunnen mensen hun rekeningen niet meer betalen? Dat was al langer niet, maar nu wordt het evidenter. Ja, je kan wel tegen mensen zeggen dat ze meer tevreden moeten zijn of meer de verbintenis moeten aangaan met hun buurman. Maar als er gewoon geldstress is, ja, dan zijn dat allemaal holle woorden, want het komt gewoon niet aan. Nee, daar heb je geen tijd voor, daar heb je de ruimte niet voor. Nee, je hebt gewoon stress. Mm-hmm. Je hebt gewoon stress, je hebt allerlei problemen. Door die stress komen weer nieuwe gezondheidsproblemen. Krijg je weer problemen met je kinderen? Krijg je weer zo'n opvoedcoach erbij die zegt dat je niet goed kan opvoeden? Krijg je daar weer stress van? Weet je, dus dat is gewoon, die mensen moeten we gewoon geld geven. Om te beginnen. Oh, ja, absoluut. Ja. En dat is eigenlijk ook het gekke aan mijn vakgebied. Dat heb ik altijd gevonden. Ik kom dan uit de klinische psychologie kant. En dat gaat dus over waarom krijgen mensen stoornissen? Waarom lopen mensen vast in hun leven? En wij zijn getraind als psychologen om te kijken naar wat is er mis met die persoon. Huh? Wat zijn de persoonskenmerken die zoeken voor een bepaalde stoornis? Maar dat is precies het punt waar ik naartoe was. Ja, daar ging je naartoe. Dan kom ik daar vanzelf. Maar dat heb ik altijd heel gek gevonden aan mijn vak. Omdat het eigenlijk soms heel logisch is dat je vastloopt in je leven. En dat heeft met allerlei levensomstandigheden te maken. En het heeft misschien ook wel met de wereld te maken.
En dat is iets waar wij getraind zijn als psychologen om niet naar te kijken, want dat is niet de oplossing. Maar volgens mij is dat wel waar een groot deel van de problemen vandaan komen. Of in de woorden van Erich Fromm, die hier vroeger iets over zei in de jaren 50. Het is heel moeilijk om gezond te zijn in een wereld die je ongezond maakt. Vrees dat de rest van de zaal u dan niet kan verstaan. Ik wil heel graag ook met u in gesprek, maar als u dat alleen daar houdt, of ik moet de microfoon die kant op zetten, want anders hoort de rest van de zaal niet. Dus het is niet dat ik niet naar u wil luisteren, maar ik wil hem wel proberen met iedereen zeg maar, in de zaal te kunnen delen. Nee, maar we willen... Komt goed. Gaat goed met me. Ja. Komt in orde. Ik denk dat klopt. En wat een beetje het probleem is ook dat we als maatschappij heel erg fijn vinden om weg te kijken. Zo las ik een paar weken geleden bijvoorbeeld dat er weer 21 miljoen gaat naar onderzoek over de relatie tussen armoede en stress. En dan denk ik, ja, we zijn echt helemaal gek geworden met elkaar. Wat? Ja, echt. En toen deed ik een Google search en toen kwamen er echt iets van 10 goede RCT's ook van de Lancet uit over precies dit onderwerp. Dan denk ik, ja, als je gewoon mij die 21 miljoen geeft en ik deel het uit in Rotterdam-Zuid, dan hebben we echt geen probleem meer. Weet je, dus, ja. Het geld moet dus anders geïnvesteerd worden. Het moet gewoon helemaal omgegooid worden. Ja, maar dit is meer dan een grappige quote. Dit is dus precies wat misgaat. Want dit is wat wij gemeenschapsgeld naartoe brengen. En wat wij dus ook toestaan. Dus dat is wel echt een reëel probleem. En in dit, hè, want als wij dit horen, hoe optimistisch ik dan ook wil klinken, waar in wat jullie beiden zien, in wat jullie beiden tegenkomen, zit dan wel dat stukje dat je wel kan helpen, dat je wel door kan gaan? Want ik kan me voorstellen, als jij dit elke dag zo meemaakt en alleen maar denkt, oh ja, maar inderdaad, alles is shit en bepaalde dingen kan ik niet doen. Hè? Tuurlijk, sommige dingen kan ik wel zelf doen en inzien, maar sommige dingen kan ik niet doen. Maar ik ervaar ze wel, ik zie ze wel en ik vind het heftig. En ik wil dat het niet aan mij blijft kleven. Hoe zorg je dat je gewoon een mens blijft tussen deze onmenselijke omstandigheden? Nou, omdat mensen in onmenselijke omstandigheden blijven nog steeds hele mooie mensen. Dus dat... Echt? Ja, nee, 100%. En ik denk ook wel dat ik inmiddels een beetje onorthodoxe dingen doe in mijn spreekkamer. Door mensen gewoon wel echt gewoon geld te geven. Inmiddels heb ik heel veel volgers. Dus als ik, zoals gisteren kwam er weer een patiënt en die kon de rekeningen niet meer betalen en de luiers voor de kind niet. En dan plaats ik één berichtje op LinkedIn en dan heb ik gewoon letterlijk binnen 5 minuten zoveel reacties dat ze omkomt in de luiers. Dus, en dat is op connectie maken met anderen. Want als je dit zegt, ik ga even terug omdat je net zegt of zelf geld geven, dan denk ik, wow, ga je dan niet over je eigen grens heen? Of probeer jij vooral verbinding te maken met, oké, inderdaad, wat ik niet heb, ik kan je geld geven door inderdaad een oproepje te plaatsen of om kleding te delen. Want ergens is een grens, right? Ja, is die er? Ja, weet ik niet. Ja. Het hoeft niet, maar... Nou ja, ik weet niet. Ik ben nog niet tegen een grens aangelopen. Ik denk het meeste geld dat ik aan één patiënt heb gegeven was 25.000 euro voor opvang voor een kindje. Mm-hmm. Met gedragsproblemen waar de gemeente ongelooflijk in faalde. Dat is dan natuurlijk niet alleen mijn geld. Dat is gewoon particulier geld. Gewoon mensen die zeggen, ja, ik wil bijdragen. Je wilt steunen, dus dan... Dus ja, ik denk dat Sint Eustatius echt een leerschool voor mij was om na te denken over professionaliteit en professionele grenzen. En ook te vertrouwen in dat patiënten echt niet zomaar misbruik van je maken. Ik bedoel, nu nog steeds geef ik aan kwetsbare patiënten mijn privénummer. Ik zeg, je mag me gewoon whatsappen als er iets is. Want anders hebben ze ook niet het gevoel dat het echt is of zo, snap je? En nog nooit heeft iemand daar ooit misbruik van gemaakt. Ze maken nog steeds gewoon een afspraak op mijn spreker via mijn assistenten. Ook al zeg ik wel eens, je mag me ook wel gewoon appen voor dat soort dingen. Dus er zit zoveel wantrouwen in onze maatschappij op zoveel lagen. Die moet dus ook weg. Is misschien ook wel onderdeel van dat nieuwe verhaal bouwen. Die wantrouwen die we hebben. En ik ben heel benieuwd. Hè, want er zitten denk ik ook mensen die ook in de zorg werken die dit herkennen. Ik zie sommige mensen zelfs knikken. Wat jij zei, dat professioneel. Wat moeten we leren professioneel? Juist dichterbij komen? Professionele nabijheid. Professionele nabijheid. Wie herkent, dat moet zichzelf daarin, of die behoefte? Mag ik alsjeblieft handen zien? Niet om te judgen, maar even zo van, ik hoor dit, of in ieder geval, dit is een onderdeel. Want is dat misschien een stuk naar dat verhaal anders kunnen vertellen, anders maken? Dankjewel.
Ja, absoluut. Het lastige aan dit gesprek is dat we wisselen van een doelgroep die heel diep in de shit zit naar een brede doelgroep eigenlijk. En ja, maar er zijn in de weer gaan. In de wereld zijn al die doelgroepen er, right? En we hopen een beetje van alles, die hele mix van hutspot aan mensen. Ja, nee absoluut. aan te stippen. Mijn antwoord is, hoe filosofisch dat ook klinkt, is radicaal mens worden. He, onze wortels als mens meer omarmen. Mm-hmm. Minder achter schermen zitten, meer in contact staan met anderen, nadenken over wat we kunnen toevoegen. Maar nogmaals, het gaat deels over wat we als mens, als individu kunnen doen. Ik denk dat er hele grote systeemoplossingen moeten komen voor de mentale crisis waar we in zitten. Dat is een heel ander verhaal. Er zit ook een gevaar in kijken naar wat kunnen we binnen onze eigen levenssfeer doen, ondanks dat het ook belangrijk is, omdat hier gewoon ook politieke oplossingen voor moeten komen. We moeten veel meer investeren in preventie. We moeten zorgen dat er de infrastructuur is om uit onze eenzaamheidscrisis te komen. En dat zijn allemaal problemen waar we een deel voor kunnen doen zelf als individu. Mm-hmm. Maar er moeten gewoon politieke oplossingen komen. Oké, okay. meneer is het er niet mee eens. Ik ga hem heel even vertalen. Of niet vertalen, maar hardop zeggen. Die meneer zegt eerlijk, ik ben het er niet echt mee eens. Hij vindt dat Michelle wel vanuit haarzelf als mens de wereld aan het verbeteren is. Kan jij ook een voorbeeld noemen hoe jij de wereld aan het verbeteren bent? Right? Zelf, persoonlijk. En dat kan, hè, met de onderzoeken, et cetera, maar... Sorry, ik ben mijn hele week bezig met proberen te praten met mensen over mentale gezondheid. Mm. En dat is het ook, maar dat is het ook. Het gaat hier niet om... Ik stel hem niet nog een keer om jou te kak te zetten of hoe wat. Maar dat is jouw antwoord. En dat is legit ook wat jij doet om het beter te maken. Als we niet oppassen, kijken we naar... Maar ik wil dit van jou horen. Maar als ik dit van jou wil horen en dit zit niet in jou... Dan verwacht ik iets in je wat niet zo is. Dus we moeten ook leren accepteren... Oké, maar dit is wat Michelle zegt, dit is wat Thijs zegt, dit is wat u zegt. En al deze meningen, die zijn legit jullie waarheden... En daarbinnen moeten we kijken, waar kan dit wel verbinden, waar kan dit niet verbinden, maar alsnog met respect naar elkaar toe benaderd worden. Ja, maar en dat verschil is er. U kunt soms bij de een wel aankloppen, bij de ander niet. Maar... De praktijk is wel gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Of het is gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Ik wil hem heel even nog kort... ik ben helemaal de weg kwijt. Nee, ja, omdat we hebben het over mentale gezondheid, maar ook die verbinding opzoeken. En ik weet niet eens of het sens maakt om dit te vragen, maar hoe, in de praktijk voor jou, hoe zie je toch dat als wij die verbinding opzoeken, dat helpt bij de mentale gezondheid van mensen? Heb je een mooi voorbeeld? Zoek ik toch weer een mooi voorbeeld, schijnbaar. Ja, ik denk dat, doordat ik zeg maar bijvoorbeeld echt aan patiënten vraag van wat heb je nou echt nodig, hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld een voorbeeld van gisteren. Ik begeleid een hele hoogkwetsbare tienermoeder die ook in de schuldsanering zit, geen vangnet. Zo iemand is dan haar hele zwangerschap afhankelijk van, moet ze dankbaar zijn van afdankertjes voor haar babyspullen. En dan zeg ik, wat zou je nou, als je nou mag kiezen, wat zou je nou echt graag willen hebben? Nou ja, en dan zegt zij, nou ja, ik zou gewoon echt heel graag zo'n hele dure fancy kinderwagen willen hebben van 1200 euro. En dan zeg ik, ja, is goed, kopen we. Weet je, en ja, dat kopen we dan ook. En dan zie je zeg maar eigenlijk dat zij helemaal niet echt kan geloven dat dat echt is. Uh-huh. Maar dat doen we dan gewoon. En daarmee breekt ook iets, weet je. Dan weet je mag ook gewoon dingen aan mij vragen. Wat wil je hebben? Waar droom je van? Het hoeft niet alleen maar zo klassiek in die patiënt-hulpverlenersrol te zitten, zeg maar. Ja, zo van, oh ja, want omdat jij het niet hebt, dus wat je krijgt, moet je altijd tevreden zijn. Maar ja, je mag blijven vragen, blijven dromen. Weet je, toen ik zwanger was, wilde ik ook een bugaboo van 1200 euro. Ja, dat is treurig, maar ik wil hem ook, terwijl ik volgens mij niet super materialistisch ben. En ik wil haar dat dan ook gunnen. En ik zie dan ook dat daar, juist omdat zij eigenlijk helemaal niet kan geloven dat dat soort dingen kunnen gebeuren, dan ontstaat daar toch echt een verbintenis. Mm-hmm. En dat helpt. En zij durft me nu ook andere dingen te vertellen en zo. En dat, ja, en zo
leer ik haar beter kennen. En zo kan ik haar dus ook beter helpen. Thijs, jij zei net, we moeten eigenlijk, hè, om dat te doorbreken... of in ieder geval anders kunnen doen, ook even weer radicaal naar mens zijn. En radicaal naar die verbinding, hè. Heb je daar dat je denkt, eigenlijk, ik geef jullie dit mee vanavond... Of misschien heb je hem al gedeeld. Ja, ik ben nu een beetje bang dat deze meneer op de eerste rij weer oneens is met wat ik ga zeggen. Nee, dat maakt niet uit. Meneer gaat niet schreeuwen. Ik had het net over radicaal mens zijn. Maar ja. Wat ik daarmee bedoel is terug naar onze wortels als mens. Dus radix komt van wortel. Terug naar onze wortels als mens. Ik zou zeggen, vanuit een psychologische blik zouden we veel meer met elkaar moeten optrekken. Veel meer moeten spelen. Veel meer tijd hebben om niet productief te hoeven zijn. En na te denken over wat we voor een ander kunnen doen. Hoe stichtelijk dat ook misschien mogen klinken. Maar dat is wat we kunnen doen hier om te ontsnappen aan een wereld waarin we nooit genoeg zijn zoals we zijn. En ook dat de nadruk niet meer leggen op excellente prestaties leveren, op wat voor gebied in je leven dan ook, is denk ik iets dat we kunnen bijdragen, ook in de gesprekken die we met elkaar kunnen voeren. Dus dat is super suf om te eindigen op de titel van mijn boek. Maar ik denk dat Je bent al genoeg is een levensinstelling waar je mee kunt beginnen. Ook al is het heel moeilijk omdat de hele wereld schreeuwt dat je nog niet goed genoeg bent. Dus dat is wat ik probeer te zeggen. Al gaan we zitten, letterlijk en figuurlijk met elkaar, om te kijken, okay, je bent al genoeg, wat is dat? Dat we even gewoon daarover hebben. Als je één ding kunt zeggen is dat er heel veel meer awareness is nu over mentale gezondheidsproblemen. En daar ben ik ongelooflijk blij mee, want het is ongelooflijk belangrijk. Maar het wordt vaak nog besproken in een context van, oh, ik zit ergens mee, oh, zo moet je het oplossen. Ja. Maar er samen mee kunnen zitten met iets dat niet goed gaat in je leven, omdat je snapt dat niet alles goed gaat in je leven en dat dat ook voor de ander geldt. Dat is de kern van compassie kunnen hebben. Gedeelde smart. Ja. All right. Mag ik alsjeblieft een heel warm applaus? Dank jullie wel. Dankjewel. Sowieso, mocht je nog vragen hebben, et cetera. Jullie zijn hier nog. Michelle die schuift zometeen zelfs nog aan bij een ander gesprek. Als ik goed heb, boven, dacht ik. Of ben ik dat ervan aan het maken? Ja, oké, goed. Ga ik zometeen ook nog aan jullie vertellen. Ik ga heel snel even Barbara erbij roepen. Barbara van de Gouden Mannen. Barbara, where you at? Mag ik een applaus voor Barbara? Kom maar lekker erbij zitten. Hoi Barbara, ik zit lekker daar. Daar zit een microfoon. Ik moet allemaal dingen meenemen. Hoi. 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 Hoe is die? Nou, ik had hier ja tegen gezegd, maar ik wist niet dat er zo'n opkomst zou zijn. Dus ik vind het wel een doorbraak. Ja, je doet het goed. Mijn mentale gezondheid is... Oké. Ja, nee, we zijn gewoon krus. En het fijne is, jij komt gewoon lekker als jezelf. Ja. Kort maar krachtig vertellen, want de Gouden Mannen, wat is dat? Ja, de Gouden Mannen is dus... We hebben een aantal Gouden Mannen hier, dus... Gouden Mannen, waar zijn jullie? Ga even staan, alsjeblieft. Laat Barbara niet alleen... Ja, dankjewel. Ja. Nou, die gaan het straks in het panelgesprek nog lekker toelichten. Maar ja. Gouden Mannen is een emancipatieprogramma voor een doelgroep die vaak vergeten wordt. En dat zijn namelijk mannen met een migratieachtergrond van 50 jaar en ouder... Die thuis zitten, werkeloos, afgekeurd, in een gezin, alleenstaand, geen contact meer met de familie, bladibladibla. In ieder geval een hoop toestanden waar je dus stress van krijgt en niet meer goed van kan functioneren in het leven, last krijgt. En het leuke aan Gouden Mannen is dat we dus anderhalf jaar met hun op reis gaan. Zo noem ik het altijd maar. Oké. We blijven gewoon in de stad. We zijn in elk stadsdeel zijn we. In bijna elk stadsdeel zijn we nu bezig. In Amsterdam. In Amsterdam. We gaan met die mannen op reis om hun weer wat moed te geven. Dat is eigenlijk het hele doel van het programma. Het zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, assertiviteit, goed voor jezelf zorgen. Goed eten en slapen. En die anderhalf jaar, dan heb je dus die aandacht. Dan ga je dus echt die commitment aan. Waardoor het niet na 10 weken dus een soort draaideur iets kan worden. Dus de tijd nemen, aandacht. Om echt te verbinden met de mannen en hun daarin dan te kunnen coachen. Dat is eigenlijk, denk ik nu, wat ik erover kan zeggen. Top. En zometeen is er inderdaad ook nog... Ik zal zo even kijken in welke zaal... De meeting room. Ja. Dan hebben we een mooie workshop van Martin, onze storyteller docent.
En de mannen hier die komen nog spreken over... die doen mee met het panelgesprek. Oké, dat is prima. Vind ik top. Leuk, hè? We zijn blij dat we er zijn. Ik ben heel blij dat je kwam, dat je dit even vertelde. En hopelijk zometeen genoeg publiek heb om daar ook met jullie en de gouden mannen te zitten en het gesprek te houden. Ja. Mag alsjeblieft een heel warm applaus voor Barbara. Dankjewel. Alright, dus. Ik ga weer dat hele fijne schema erbij halen. Want zoals ik eerder al zei, er is heel veel te doen vandaag. En het is ook een beetje in de eerste en de tweede ronde opgedeeld. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat sommigen van jullie zeggen... Oké, ik ga naar boven op de tweede verdieping, eerste verdieping of hoe of waar. In de grote zaal, deze gaat even dicht. Want we gaan ombouwen, maar ik hoop sowieso om het liefst 9:45... de meeste van jullie hier te zien, zodat we met z'n allen... keihard kunnen dansen op Three Little Clouds, maar daar straks meer over. In de ijszaal, helemaal boven op de vijfde, kan je gaan praten met initiatieven uit de stad. Ik ontmoet mij, de Black Man Group, Man Talk Group, de Gouden Mannen en de Transformers Community. De vijfde in de studio heb je de documentaire Brandstof. Voor zij die hem nog niet hebben gezien. Very, very interesting en mooi. Over burn-outs bij jongeren. Wat je ook steeds meer hoort. En het nagesprek gaat over burn-out bij jongeren van kleur. Dat is op de vijfde in de studio. En dan is er ook nog op de vijfde in de... Nog iets. Ja, ik heb het hier allemaal samen. Het zit allemaal door elkaar heen op een of andere manier opeens. Nou ja. Op de expo is er op de eerste verdieping. Maar in de expo, sorry, heb je dus die workshop van Sabu die eerder ook begon. Zodat je even uit het hoofd kan gaan, maar lekker in het lijf kan gaan zitten. Op de tweede etage in de workspace. Ook nog een lichaamsgerichte workshop van Jantine de Boer. Maar ga je liever praten, ga je liever speeddaten met geestelijke verzorgers van Humanistisch Verbond. En dat kan achter daar zo bij de meeting room hier op de tweede verdieping. Er is ook een expo. En als het goed is, toen jullie binnenkwamen, wil ik ook nog even zeggen, zat er zo eentje op je stoel. Of je zit er nog lekker op, prima, is niet erg. Heb je hem warm gehouden? Maar de vraag is of jullie deze zouden willen invullen. En als je hier die zaal uitloopt, dan is er een boom. En dan kan je hem bij die boom achterlaten. In die boom achterlaten. Maar vul het even in als je kan, als je hebt. En heb je geen pen, geef dat even door. Dan fixen we een pen voor je. Vul hem in en dan komt dat helemaal in orde. En dan hoop ik jullie straks hier nog een keertje te zien, want om 9:15 gaat deze zaal weer open. En dan hebben we ook weer storytelling hier zo, want dan is er... Ik ben de naam kwijt van het programma wat we straks gaan doen. Fantastisch! Amsterdam Stories! Amsterdam Stories! Amsterdam Stories, sorry. Dit zijn mijn volgende gasten van Amsterdam Stories. En Aafke Romein... Noordin Doet en Des Ballantien. Ik ga gewoon binnen dit uurtje op mezelf komen. Jullie kunnen helemaal door het gebouw. Zoek je peace of mind. Of het nou in je lichaam zit of in je hoofd. In een gesprek, in een dans of in een expo. Heel veel plezier en hopelijk tot zo. Ja.